Hi, mensen, klopt een keer. Vandaag zijn we terug met een nieuwe Forest. Doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan, want dat is altijd leuk. En enjoy de video. Ben, dankjewel voor de 28 maanden sub. Let's go. Brigitte, dankjewel voor de Oh my. Hoe kan het nou? We hebben net geslapen, maar we willen weer slapen. Wat? Kan ik hier ook drinken? Nou, ik hoop het toch wel. Ah. Ai, ai, ai. Precies, dankjewel nogmaals voor de 100 bits. En Rinus, dankjewel voor de 100 bits. Ben. Wat is er op? Jij klinkt heel eng. Ah, oh, naar binnen, naar binnen, naar binnen, naar binnen! Nee! Ik heb het overleefd. Hé, hey, Rob. Ja, het is een krap stukje met de Segway onder aan je poten, maar. Het is even lastig keven zo, maar... Oh, kunnen we hier niet slapen? Ai, ai, ai. Wat is er met Chromo? Wat is er, Klasboer? Wat is er aan de hand? Nee, geen RuneScape 3. Ja, nee, Rob, nee, zullen we toch maar RuneScape doen zometeen? Nee. Oh, jij vindt dit gezelliger? Je vindt dit rustgevender? Ja, dit is beter voor mijn hart. Dit is beter voor je hart? Ja. Gast, echt, sterk van. Kan ik hier een bed neerleggen gewoon? Ja, dat telt toch wel? Ga ik nu proberen. Ja, dat kan. Oh, nice. Dankjewel, game. Rob? We gaan lekker slapen op de meest veilige plek in de map. Veiliger kan ik het eerlijk gezegd niet maken. Oké. Okay. Zal ik wel even kijken? Ik sla hem nog een keer op hier. Voordat we zo meteen weer in een dode gevechtboel zitten. Nieuw save doe ik hem op. Ja, oké. Okay. La 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 la. King Jeff, dankjewel voor je support, jongen. Dankjewel voor je 300 bits. Hype train gehaald. Dank jullie allemaal. Oh, donders. Ik gooi nu even mijn blikken monster om. Blijf staan. Hij was leeg, no worries. Ben je alweer terug, Rob? Ik sta buiten. Oké, okay, ik kom eraan. Klinkt als veilig buiten. Dus zullen we meteen wegwezen hier? Ja, ik moet even kijken. Noord is daar. Dan moeten we dus die kant op. Ja, we moeten naar het zuiden. Ja, we moeten gewoon hier rechtdoor. Meteen weg. Ga je op de Segway? Nee, ik ben lopend. Zo voelt het althans. Ik hoor een guy. Ik zie Bambi. Bambi! Dat is het enige mooie wat ik in deze game mooi vind. Voor de rest vind ik alles in deze game. Ik zie een witte kerel. Ja, die witte kerel die zou ik ontwijken. Ik heb het niet zo met witte kerels trouwens. Nee. Dat is niet zo lekker. Oh, er loopt er eentje voorbij op handen en voeten. Oh, dat is fijn. Ik kan niet meer lopen en ik kan niet meer rennen. Ik voel me een soort augurk in een pot. Zo'n zure bom. Dat is een zure, vieze, smerige stinkaugurk. Oh, ik ben helemaal niet blij. Oh, ik hoor Rob ook nog raar neuren hier nu. Rob, ben je ook al zo bang voor een... een boot. Oh, wat leuk, een boot. Nou, dan ga ik meteen even langs. Kijk, er liggen ropes in. Nou, net wat we nodig hadden. Nou. Cannot carry any more rope. Nee, dat heb ik ook een probleem. Maar we zijn wel van ze af, denk ik. Daar ga ik niet vanuit, maar... Ja, je moet even eten. Ja, ik weet het. Het is allemaal bagger. Maar ik had even gast achter me aan. En als ik dan ga eten, dan... hier, kijk eens. Ramennoedels. Vandaag hebben we dat op het menu. Ah, heerlijk. Ah, jam, 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 jam. Dan gaat mijn dorst ook meteen naar beneden, omdat ik fungus. Ik ben dol op ramennoedels. Echt fantastisch. Augurk is lekker. Wat een haat naar augurken. Seven de Butter, sorry. En King Jeff nog, dankjewel voor je support. Ben, dankjewel. Rinus, dankjewel. Adriaan, dankjewel. En de man die mijn stem net veranderde. Dankjewel. Echt leuk. Fart show. Nou Rob, lopen we dan met ons half goede gedrag? Ja, op een of andere manier kan ik geen map meer openen. Dus voor mij is het wel heel erg... Oh, gelukkig kan ik dat nog wel. We staan aan de vooravond van een... We zien het tentakel meer. Ah, dat is... Hey, wait a minute. Is dit niet het meer met meren? Nee. Het meer met meer?
Willen jullie meer of minder meer? Yo, mensen, Mark hier en we zijn hier weer terug met een nieuwe video. Adriaan, dankjewel voor je donatie. We moeten hier naar beneden, Rob. En gauw. En Adriaan, nogmaals, thanks voor je support, jongen. Dankjewel. Mag ik even een handje in de chat hier voor Adriaan? Gewoon omdat het kan, hè? Ai, 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 Adriaan, dit is... Echt, ik schijt bijna in mijn broek, hè? Als ik aan Adriaan denk, denk ik gewoon aan... Oh, je ziet het, bedoel, daar gaan we al. Daar gaan we al. Yo, Rob, jij rent hard, ouwe. Ja, voor een ouwe is het best hard, inderdaad. Voor een man op een Segway, zeker. Ja, wat niet eens voelt als een Segway, maar... Nee, maar toch, je ziet er goed uit, die Segway, hè? Het staat je wel. Oké, jij was op zoek naar twee meer meren, 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 minder meren. Dat is hier recht vooruit. Nou, ik zal eens even kijken... Ja, nee, je hoeft niet, want ik heb hem al op de kaart. Recht zo die gaat. Adriaan, nog eentje dan. Thank you so much. Wat een liefde. Kijk eens even aan. Ook mooi dat White Tiger dan nog even een drol naar je stuurt. Daar word je blij van. Nou, wat is dit dan? Wat? Ik zit even te kijken of we... King Oyster. Ik heb een King Oyster collect. Een King Oyster? Ja, een King Oyster. Oh. Dit is zeg maar het meer, 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 meer. Ja, volgens mij is dat... Is en dan nu naar links. Op. Als we nu naar links gaan, dan hebben we de minder, 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 meer, meer, meer. De minder, meer en meer. En dat is de grot. Waar de rope gun. Waar de rope gun ons leven gaat verbeteren. Ik elke keer van al die bambies die zie ik in de hoeken springen en dan lijkt het net of de kerel is. Ik heb ook een ekel aan bambi, ik weet niet waarom, maar het is gewoon stom. Kun je ze beter in de voorkant van je grill hebben dan... Ja, 100%. Hey, kijk, een vis. Oh. Nou, wat leuk voor die vis. Oh, ja. We moeten weer omhoog lopen hier. Oké, ga ik hier recht omhoog. Ik ben zo moe als een tamboerijn. Goedenavond, JoGamer. Hij gaat lekker, hoe gaat het met jou? Hij gaat goed, we zijn niet bang, we zijn echt op dreef. We hebben veel progressie gemaakt namelijk, we moeten een rope gun zoeken, daar zijn we nu een uur mee bezig. Ja. Nee, we gingen voor de shuffle. We gingen voor de shuffle en ondertussen kwamen we erachter dat we dus een rope gun nodig hadden. Ja. En daar zijn we nu naar onderweg. Denk ik. Denk ik? Hé, ik heb een zonnepaneel gevonden, die zat in een klein bakje. Hoe kan dat nou weer? Hier, ik zal hier even blijven staan. Hier in dit kleine emmertje zit een zonnepaneel. Nou, ik zie hem gewoon heel duidelijk liggen, hoor. Ja, maar hij was dicht. Toen ik hem opende, kwam er in één keer een hele zonnepaneel uitzetten. Yo. Ja, nice, hoor. Zonnepaneel in de pocket, Rob. Chinese techniek, hè? Hé, hier moeten we zijn, denk ik. Hé, een printerresin. Oh. Dat is voor die 3D-printer, natuurlijk. Oh, hier is het. Nou, ik maak me nu al... Maar... 100% dat we hier net waren. Nee. Ik weet toch zeker dat ik hier mijn Segway had neergelegd? Die kisten zijn open. Dit heb ik net opengeslagen. Maar... Dan wel op de... Ja... Dan begin ik te twijfelen. Je loopt langs de shockbaton. Waar hebben we? Ik weet niet wat een shockbaton is bij dat water, maar ik ga even kijken. Een shockbaton. Let's check it out. Een shockbaton bij het water. Techno, help me. Shockbaton? Shockbaton. Ik zou niet weten wat het is. Meer naar rechts.
Bedoel je dan gewoon dit water? Oh ja, hier. Hier staat een ding. Aha! Een stun button. Een button. Oh. Nou kunnen we mensen in elkaar slaan, Rob, als echte gangsters. Dit is een bloed. Zo'n stroomstootwapen. Die zijn. Ja. Oh. Nou we're talking. Thanks. Hier, kijk. Maar ik heb het gevoel dat we hier net in zaten in deze cave, maar goed. Nou ja, voor mij stond er toen toch een stoel. Of niet? Nee, ja, maar deze kerel hier zag ik ook, 100%. Deze kerel hier, at ik nog vlees op. Ja. En toen gingen we hierin en toen zei ik van, nou, laat het maar niet doen. Ja, maar volgens mij... We hadden het dus gewoon wel moeten doen. Kom maar, kijk maar. Ja, god. Dit weet ik wel zeker dat wij hier net stonden. En er staat nu alleen een kerel op een... Hoe kom je aan een zaklamp? Heb ik een zaklamp? Ja, op jouw Segway zit een zaklamp. Oh ja, nou ja, die zit vast aan mijn voeten. Zie jij heel veel nu ook? Nou, ik zie wel meer inderdaad. Ja, je hebt een dikke zaklamp. Nou, kijk eens. Nou Rob, altijd al hier naar beneden gewild. Als ik dit zie... Ik zie daar 3 man staan. Ja, dit is, man, net voor, dit is voor mij net man. Attractie... 5 man maar, oh. 6, 7. Oh, hoe zie je dat allemaal? Ja, doe maar. Oh lang. Ja, wacht. Ja. Oh ja, blijf eens nog eens. Blijf zo staan. Oh ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 man. Waar is de rope gun? Die zal wel weer helemaal... ik ga even kijken. Altap. Waarschijnlijk staat het er wel bij. Oh ja. Location. Ja. In the end of this cave. Ah. Oh. Holy fuck, wat was dat? Sorry, was ik. Potverdikke me jongen, ik schrik me kapot. Oké, ik ga een flare gooien, ja. Ik ga eerst even een proteïnebar eten, want dan ben ik echt cool. Even een rauw vlees naar binnen bonken. Vind ik ook lekker. Ik heb dorst, maar dat, ja, dat is pech. Ja, dorst heb ik nog niet zo zeer, maar... Waar is mijn flare? Dunker. Even match poppen. Geen flares meer te zien. Nou, ik heb nog wel flares. Ik heb een... Oh, ik zie hier koffietjes beneden. Oh, hey! Nou, kun je eentje naar ze toe gooien? Oh! Nou, dat was alweer eentje minder. Zal ik hem eerst aansteken? Ja, en dan een beetje in het midden daar op dat land gooien. Ja, dat zijn poppetjes die vaststaan volgens mij. Die zijn volgens mij gepind of zo. Die kerels? Ik ga gewoon bucket lopen nee, en dan... Nee. Wat ben je aan het doen? Ben je steen op aan het gooien? Katapult. Oh jee. Ze komen naar je toe! Ah! I'm fucking done with this man. I'm fucking out. Oké, ik ga hier boven mijn... Oh, nu komen ze naar mij toe, wat fijn. Ja, je kunt even hierboven staan misschien. Ik heb het gevoel dat ze niet hier naar boven komen, of wel? We staan hier wel veilig. Nou, ik sta hier redelijk veilig volgens mij. Ja. Oké. Nou, toch fijn. Ik vind het heel leuk, Rob. Ik ga nu met mijn kont bovenop deze staaf zitten. Oh, ik heb geen pijlen meer. En dan heb ik een topleven. Oké, zal ik kijken of ik een pijlenboog kan pakken? Nou, waar zitten ze? Kijken. Ja, hier beneden, te wachten tot ik kom. Nou, schiet ja, mis. Voor mij kun je weinig doen met die pijlen. Ja, nee, als je ze raakt schiet. Want ik heb zo'n vermoeden dat daar helemaal achterin inderdaad die... Kijken.
Wat geeft de meeste damage? Kan ik dat nog even zien? Heb ik wel een pijl? Ik heb helemaal geen pijl. Is het gewoon net pirate schieten? Ja, ik ook. Damage. Oh, zo'n stick geeft dus nog best wat... Een shock stick? Nee, die stun... Ja, die stun stick. Ja. Nou, dan ga ik die even vasthouden. Dan ga ik hem eens even voor zijn back mappen. Ja. Yo, kom eens. Kom maar. Ik sla je voor je bek, jongen, met deze dikke satisfier van de kruidvat. Kom dan, jongen. Ik heb een satisfier van de kruidvat, jongen. Ik zal jullie eens even allemaal satisfieren. Oh, ik rol. Ik kom ook naar beneden. Ja, yo. Hoi, jongen. Wat? Jongens, Mark hier. We zijn hier terug met een nieuwe video. Ik ga je reviven, ik moet ze even weglaten. Karen! Zo, een tijdje geleden, maar succes heren. En ik zeg top content. Train de lachspieren weer. Gadverdarrie, Karen. Hoe durf je? Dit is gewoon ons... Dit is ons lijden. Rob, je staat, hè? Ja, maar ik heb nog steeds die segway onder mijn poten. dus echt hard lopen zit er niet in. Snel pillen klappen. Okay. Ik sla gast hier neer. Je kunt elkaar doodslaan, hè Rob? Dus niet naast mij staan. Karen, dankjewel voor je support. Deze is voor jou. Oh, dus zit ik Rob weer neer te mappen. Oh ja, nee. Ik wil me eigenlijk even skinnen. Maar ik zal eerst even vechten voor mijn leven. Ja, ja. Hier in je hoekje drijf ik je. Het lijkt. Oké, eerst even al de bodies hier neerdonderen. En dan kan ik ze even skinnen. En dan kunnen we armor aandoen. Hij staat niet aan. Oh, je kunt ook nog dat ding aanzetten, die stun ding. Maar hij is groen, dus hij lijkt me aan te staan. Maar... Oké. Die hoef ik niet meer te hebben. Zo. Oké, armor is echt belangrijk in de game, dus. Rechtermuisknop, gaat hij aan, Rob? Nee, gaat hij niet aan. Hij staat gewoon al aan, denk ik. Ik denk dat hij aanstaat hoor. Het, Ja. Oh! Hoe doe je dat? Rechts. Linker muisknop ingedrukt houden even. Ah, oké. Dus ingedrukt houden. Ja. Ja, oké, Cookie, dankjewel. Thanks man. Daar hebben we niks meer aan, maar toch bedankt. Nou Rob, we gaan! Wacht even, nog eventjes wat body. Oh, hier liggen lekkere Happy Meals en allemaal pilletjes. Kom ik aan op mijn Segway? Ik vreet gewoon die pillen op, ik heb YOLO. Kogels. Oh, dat zijn wel... Oh, die moet ik hebben. Ligt er ook nog aan drinken, want ik heb dorst, jongens. Ja, hier ligt drinken. Oh nee, dat is wijn. Hier ligt een kruis. Nou, is altijd handig om te hebben. Rob! Homio Patrio! Sime la Briatio! Jammer, hotti Patrio! Zo, nu zijn ze wel bang voor ons. Dit werkt goed, hè? Er liggen superveel pillen hier, man. Ja, dan kunnen we een soortje pillen klappen. Dat. Ja, daar kunnen we wel dan naar terug. Nou, ik neem gewoon overdoses. Oh, you are thirsty. Oh, hier kun je drinken. Nice. De game heeft ook alles voor ons klaar, hè? Met een stroomstootwapen in het dat wapen. Kruis heeft op een gegeven moment ook een ability. Ah, oké. Oh. Nu nog niet, maar in de toekomst dus wel. Nou, Rob, daar gaan we. Segway boy. Hier ligt een kerel te slapen. Yo, heren.
Lekker aan het werk. Black & Decker boormachine, mooi ding. Hier moet hij denk ik liggen. Ja, hier ligt een papiertje. Photo reference, this is what we're looking for. This is what we're looking for, let's go man, we can do this Rob. Maar die dingen kun je niet openmaken, hè? Nee. Kots op de muur Rob, dat is wat we zoeken. Oh, hier, kots op de muur. Ja, dit is goud. Ja, dat moeten we hebben toch? Nou, ligt hier overal op de muur. Ik denk dat we gewoon hierheen moeten. Jij moet voorop, want jij hebt een lamp. Oh ja, 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 ja. Ja joh, ik zie echt niks. Als jij hier rijdt, dan... Oh, oh. Oh, er staat een kerel. Holy fuck, Rob. Oh, doei. Doei. Nee, 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 niks aan de hand, niks aan de hand. Nee? Nee. Nee. Nee, niks aan de hand. Ik ga even kijken hoeveel kogels ik nog heb. Ik heb geen kogels meer op. Nee, ik heb geen pijl en boog meer. Nee. We hebben een granaat. Blijf staan. Ik heb geen granaten meer. Ik heb ook geen granaat. Ik heb een lamp. Ik heb C4. Ik kan een molotov cocktail maken, denk ik. Maar... Waarom werkt dit game zo tering kloten? Dit is echt, echt vies hinderlijk. Oké, en doe ik hier de Waarom werkt die game zo hinderlijk? Hier, die... Ja, maken. Oh. Eerst aansteken. Ja, ik drukte op die knop L en dan doe ik mijn aansteken weg. Waarom pakt hij nou weer een stuk papier? Die... L, ingedrukt houden. Oké, die moet ik nou ingedrukt houden. Wat een herrie. Ja, ik heb hem even in de fik gestoken. Wat? Hij is niet echt heel gevaarlijk, denk ik, of wel? Nee, volgens mij ook niet. Het is meer een soort... Ja, wat is het? Een mislukt huisdier. Laten we gewoon een mislukt huisdier noemen. Wat heb jij nog motive cocktailtjes? Nee, maar ik kan er wel even eentje maken. Oké, top. Ja, ik heb verder niks. Combine. Ik ben namelijk bang als ik naar hem toe ga lopen dat hij dan niet echt heel vriendelijk gaat doen of zo. Hij zit daar klem in de muur, denk ik. Ja, en misschien moeten wij hem bevrijden. Weet ik niet. Ik ben er niet heel erg gemotiveerd onder, maar... Ik ga hem even een keer shocken. Hoe zet ik nou dat ding aan? Hoe steek ik hem nou aan? Nou, dat shocken heeft geen nut. Ja, L ingedrukt houden. Ah. Nou, dat... Een taser heeft geen nut op hem. Oeh, jeetje, dat doe jij. Mijn pistool kan ik gewoon niet reloaden. Nee, maar we hebben geen kogels meer. Nee, daarom. C4 kunnen we maken. Ik ga even één keer bij hem kijken, ja? Oh, ik wil dit niet doen! Maar... Oh, wat een enge vent! Heb je daar nou C4 neergelegd? Nee. Want hier ligt wel C4, hè? Oh, nou, pakken we die even op. Ik heb hem bij hem gelegd. Oh. Weet je... Oh. Ligt nog meer C4? Die neem ik gewoon mee. Ja, dit ziet er goed uit. Hier kunnen we gewoon doorheen. Oh. Even pers erop. Ja. Ja, dat gaat goed hoor. Oh, ja. Oh, jongen, handig zo'n Segway, man. Ja, dat is echt serieus ideaal, die Segway.
sommige glitches zijn wel weer fijn dan. Ja, vlees voor deze, alleen je kon het vlees niet opeten. Jawel. Hallo? Kon je dat vlees van de beesten opeten? Ja. Ik kon dat niet. Omdat ik die bom vast heb. Oh, dat. Ik stond erbij en ik zag echt lichaamsdelen daarachter liggen. En... What the fuck hoor ik hier? Hey, kun je mijn handje helpen? Nou, ik weet nou niet of ik hier echt lekker van word. Denk ik niet. Ik kom met je mee. Oh man, Karen, nogmaals thanks voor je support. En Adriaan nog dankjewel. Nou ga ik echt lol maken. Oh, kijk het einde van de key. Staat daar iemand? Ja. Kijk maar, ik zal even een lichtje schijnen. Nou, die ga ik nu gewoon voor zijn bek stompen. Ik ga even mijn stroomstootwapen pakken. Oh shit, hier nog eentje links. Twee man. Jij links, ik rechts, ja? Jij links. Oh, ik rechts. Jij links. De links staat erin. 3, 2, 1, go. Oh. Dat was nice. Nou, dan ligt hier. Ik heb hier een papier. Gord. My workers are having a lot of trouble getting in... die kerel staat weer op, Rob. Hij is nog niet dood. Oh, echt wel. Oh my god. Dat zijn ha! Fuck! Hey, pak even wat armor van hem. Waarom vind ik dit maar niks? Nou, ik heb heel veel dingen meegemaakt, maar ik vind dit, wat hoor ik? Oh! Daar staan nog twee, Oh ja, nou ja, waarom ga je weg, Rob? Ik dacht van, we gaan hem even aanvallen. Oh, zo'n twin. Ah, dat zijn de makkelijkste. Ja, ja, die zijn, easy. Ja. Haast je niet hoor, ik ga nog niet dood. Got him. Denk gelijk even pillen klappen. Holy shit man. Holy crap. Oké. Okay. I got this. Oké. Okay. Ik weet niet wat het is, maar dit ziet er goed uit. Hier liggen nog allemaal pillen ook en zo inderdaad. Neem ik ook gewoon weer. Heerlijk. Hier, nog meer flessen. Nog meer pillen. Wat hebben we hier nog meer? Alright. Hier hangen een paar mensen op de kop, Rob. Oh, dat... Ja. Dus dit, hier moeten we heen. Dit wordt leuk. En ik hoor hier ook nog wat. Dus dit maakt het wel leuk. Dit maakt het heel leuk. Ah, en we hebben hier een bouwtekening. Een kubus. Met één hele hoge, enge, vage kerel. Ik denk dat we die nog niet hebben vermoord, want daar loopt wat. En ik heb jouw lamp even nodig. Nou, ik ben er. Nou, dat is volgens mij gewoon dezelfde guy. Gewoon stroom stoten en constant stroom blijven stoten. Dan kan hij eigenlijk niks terug doen. Oh, maar we moeten niet elkaar neerstoten. Kun jij even bijschijnen? Ja, ik probeer het, maar weet je hoe lastig dat is? Oh ja, daar loopt hij. Is er eentje nog? Ik... Oh, hij loopt op plafond. Dat is vaak fijn. Dat is helemaal mijn ding.
Oh nee, het zijn er meerdere, of niet? Oh ja, het zijn er echt veel meer. Oh. Wacht even, ik heb C4. Ja, die wil ik eigenlijk bewaren. Oh, hij komt op me af. Oké, laten we eentje meelokken. Kom maar naar achter. Oh, er komen er nog meer. Ja, oh, dat is fijn. Altijd al wel gewild. Nou, kom maar mevrouw en meneer mevrouw. Ze durven hier niet echt te komen, hè? Hey, poesies! Wij zijn niet bang, hoor. Even kijken. Ik schijt echt mijn panty vol. Hey, we kunnen ook gewoon doorrennen in één keer, hè? Nou, wacht even. C4, ja. Ik gooi even een C4. Ja, wacht even. Ze komen zo meteen. Ik lok ze even, dan gooi je de C4 erop. Moet ze even samen staan. Ja? Want ze zit aan het plafond, hè? Oké? Okay. Ja? En dan wachten we even en dan verzamelen we ze en dan... Nou, dat heeft dus totaal geen effect. Pas op, hè, dat je mij niet neersteekt. Nee, maar ik zit even te kijken naar die andere gasten. Oké, die is al down. Die was slap. Nee, die ligt hier. Ja, maar die andere was al down. Dus dat ging echt snel. Oh, ja. Oké, nog eentje, nog eentje. Ai. Ah, nee, joh. In de kont. Waarom moeten ze mij ook in de but. Zo. Hoppa, rukwind. Jullie worden steeds stoerder. Wij zijn best stoer, hoor. Ja, man, wij zullen op stoer zijn. Wij gaan gewoon we gaan de fights aan. Man, ik blijf pillen klappen bij het leven. Nou, dat is het probleem, Rob. Ik heb altijd gehoord van als je dat doet, dan word je niet sterker, hoor. Dat moet je niet doen. Oh. Gewoon de natuur zijn werk laten doen, hè. Nou, dit hebben we goed gedaan. Ik blijf hier wel even in de buurt staan, want... Ja, alleen nu welke kant moesten we nou op? Heb je die gasten geskind voor armor allemaal even aangeklikt ook? Ja, dat kun je alleen jij doen. Eentje per... Oké, dan moet jij de volgende eventjes doen. Want ik heb nu full armor bijna. Oké. Okay. Hop! Wat oeh. Ik hoorde een steen vallen. Oh. Oh, dit ziet er... Hier ziet het eruit alsof het gewoon gezellig is. Babies. Motherfucking babies. Motherfucking babies. Oh, maar die kunnen we hebben. Waar blijf jij? Ja, hier. Het is tegen mijn principes in, baby's neersteken met een gummiknuppel, maar... Soms moet je dat even doen. Oké, dit ging... Goed. Hier liggen weer spullen. Cash, dankjewel voor je geld, jongen. Ik ben blij dat ze geld meenemen naar deze cave. Ik bedoel, ik zou het ook doen, hoor. Stel dat je hier nou net een vendingautomaat tegenkomt, weet je wel. Dan denk ik, even colaatje pakken. Even colaatje klappen, hè. Anders beginnen wij hier gewoon zo'n machine, weet je wel. Dan gewoon, Oh, zo'n vendingmachine inderdaad. Ja, joh, gewoon een colaatje of en dan een gokautomaatje gewoon. Je muntjes in kan doen, dat die muntjes vallen als die muntjes doordouwt. Hartstikke goed. Maar hij moet dus aan het einde van de cave moet het liggen. Okay. Ja, en deze cave is gewoon oneindig. Dat is gewoon precies hoe het nou precies is. Aha! Aha. Repelsteeltje. Repelsteeltje. Repelsteeltie. Hé, ik zie licht aan het einde van de tunnel. Nou, nee, Rob. Dat is niet licht. That's the boss fight we need to do. No boss fights. Ja. 100%. Nee, ik wil mijn rope gunnen en ik wil weer weg. Hé, is dit niet de cave waar we in begonnen? Nee. We zijn al heel veel caves in geweest en ook heel veel caves geskipt. Ik voel mezelf... pro. Oké? Okay. Ja, er loopt er rechts een guy of... Nee. Ja, we moeten dit even onderzoeken allemaal, hè? Ja, alleen... Aan het einde van de cave is de shovel, maar ja, hier hebben we ook nog weer een gang. Nee. Of komen we hier nou vandaan? Nou, nee. Ik denk dat we hier vandaan komen. Hier komen we vandaan. Ik loop gewoon naar beneden. Ja, daar komen we vandaan. Hier moet sowieso nog een leuk... Ah! Wat is er? Ja, fucking vleermuis erop.
Ja, joh, een paar vleermuizen, man. Krijg je COVID van? Ja, ik ben daar bang voor. Nee, die... Oh! Ja, ah, dat vind ik dus niet eng. Hey, Mark. Hey, Davy. Thank you so much voor de 31 maanden sub, jongen. Nou, fileer hem. Ja, even kijken. Doe het voor de armor. Thank you so much, man. 31 maanden alweer, Davy. Holy moly. Michael, welkom bij de stream, jongen. Nou, heb je weer goed gedaan, Rob. Ja, even wachten. Ik moet hem wel eerst equippen ook, hè. Je ziet eruit, jongen, met die armor aan, alsof je een monster ben. Oh, daar staat er nog één. Waar? Hier. Oh, staan er nog meer. Oh, oké. Okay. Hij komt achter je aan, hij komt achter je aan. Nog meer? Oh ja, ik zie het. Nog één. Doorstabben. Ja, die is down. Oké, okay, nog één. Ho, nog twee zelfs. Oké, okay, nog een guy voor me. Dit ding is wel OP, hoor. Techno, die hadden we echt nodig. Thanks. Je moet nog gewoon met die elektrische shock. Oké, jij fileert de anderen allemaal. Oké? Ja, joh, ik... waar een mesje bij staat, fileer ik... Fileer ze allemaal. Nou, dit gaat goed, hoor. Oh. Hier nog eentje. Nog twee zelfs. Nee, het is heel lastig om... Ja, je moet een goede pakken. Dat is een beetje raar gemaakt. Ze hadden dan beter E en F kunnen doen, weet je wel? Van fileer. En even pakken. De E van even pakken. Nou, even pakken. Rob. We hebben weer goed gedaan. Ik moet zeggen, deze cave kunnen wij aan door die coole wapens. Ja, ja nee, dat gaan we easy. Er staat daar sowieso een kerel. En daar staat nog een kerel rechts van ons. Het lijkt me toch wel, oh, er komt er volgens mij één aan. Dus laten we maar even één voor één pakken. Waar zie jij nog eentje dan? Rechts stond er eentje. Zullen we rechts kijken hier dan? Nou, zullen we niet gewoon beter gelijk naar het einde kunnen gaan? Als jij denkt dat dat slim is, is dat goed? Nou ja, ik zie daar... Hier rende net een guy heen. Een kotsende vent staat daar, dat vind ik toch... Fucking shit, wat was dat, joh? Dat was jij even met een bom. Ik schrik met de pleuris, ah! Waar is die? Ik kan mijn wapen niet pakken. Nee, jij bent bang. Ja, ik... Maar weet je dat het lopen niet te doen is met zo'n Segway onder je poten vastgeklemd? Maar je ziet er niks van. Nou, in mijn movement is het... Bewegen is echt... Oké, nou, daar staat hij, hè. Dus ja, enjoy, daar ga ik. Ja, nee, dit is die vieze gast. Oké, ik ga er nu voor. 3, 2, 1. Als je even wacht. Bob! Steek hem neer! Is die nou net kapot, mijn schokding? Step. Oké. Dwars met mijn hoofd door de steen, hè, jongens. Let's go. We can do this. Gatsidari. Ik moet even mijn batterij erin doen. Ah, daar hebben we die batterijen natuurlijk voor. Okay, ja, maar het gebeurt toch automatisch? Automagisch? Nou, hij ziet er nog goed uit. Dus ik denk dat het gewoon niet helemaal 100 ging. Maar ja, ik ben ook niet helemaal 100. Ja, batterij erin. Wacht even dan. Waar liggen batterijtjes? Dit is allemaal...
Lighter. Ja, als ik wist waar de batterijen lagen, jongens, dan had ik het ook gewoon willen doen. Ja, die horen bij onder je kogels te liggen. Ik heb de hele batterij laten liggen en nu kan ik zie ik geen batterij. Wacht even, ik kom even naar je toe. Nou, maakt niet uit, we gaan door. Nee, wacht even, sta stil. Oh, jij hebt voor mij. Hoe deed je dat? Oh, die zijn allemaal opgegaan, dat wapen in. Dat gaat automatisch. Ja, even kijken hoe ik dat dan kan doen. Ja, al mijn batterijen zijn op. Maar, geef niet, want dan heb jij de batterij nog. Wow, wat heb jij een coole hand. Ja, mooi hè? Ja, echt heel leuk. Maar ik kan het gewoon pakken misschien bij jou, als ik gewoon kijk. Nee toch, je kunt niks uit mijn inventory pakken toch. Even kijken hoor. Waar liggen mijn... Ja Michael, ik ken ook heel veel games die eng zijn, maar dit is moeilijk eng. Ah, yes. Nu is die weer groen inderdaad. Gaat automatisch. Oké, perfect. Nou, nu kunnen we dat gevecht daar op. Let's go. Ik ben helemaal Ik heb er zin in. Nu zijn we aan het einde van de cave. Dat kan niet anders. Dit was het. We zijn er. We hebben de schep. Nee, de rode. Oh, nee. Wacht, een baby. Oh, jij gaat voor me staan. Wie ooit heeft gezegd dat kinderen leuk zijn? Nou, kinderen wel, maar baby's... Kan je nog eentje, denk ik, hierbovenop? Nee. Wel! Hier nog één. Ja, die elektrische bespaar ik hiervoor. Even kijken, ligt hier nog wat... Anders zit de stroom zo op. Hallo meneer! Lekker aan het hangen allemaal! Gezellig! Jij gaat veel harder dan ik hoor. Jij zegt wel die Segway. Ik denk dat ik een beetje de snelheid heb van de Segway. Maar nee, gewoon rennen. Er is gewoon niks aan de hand, het is alleen een visuele glitch. Nou ja, ik vind hem visueel helemaal niet erg dat het een glitch is, maar... Jeetje, deze cave gaat hier naar links en daarna rechtdoor. Ja, hier gaat hij ook nog heen. Oh, no. Yo. Hey. Hey, dit loopt dood. Ik ga even wat lezen. Missing CEO. Edward Pufton and his family is still missing. Ik ga even mijn wapen pakken. En die heb ik op 5 staan namelijk. En die ga ik even reloaden, want we hebben net weer ammunition erbij. En ik gok dat we dat straks op een of andere manier nodig hebben. Denk je? Als wij dat hier vinden, dan hebben wij het nodig. Die Rob heeft een rollator en kropen u moet lopen. Eerlijk verdeeld. Ja, ik gun ook Rob wel gewoon zijn extra energie, weet je wel. Verschil moet er zijn. En ik ben ook blij dat we hierheen moeten nu, Rinus. Dit is... Aha. Hier liggen heel veel botjes. Oh, je bent daar alweer. Ja. Bom. En ik ga even mijn C4 op 6 zetten. Ik weet het niet. Ik heb gewoon het gevoel dat ik straks opeens... Want het is hier zo slijmerig, Rob. Oeh, dit lijkt wel heel erg... Dit lijkt bijna dat we door een keel heen gaan met keelontsteking, zeg maar. Ja. Ik word hier toch niet heel vrolijk van of zo. Waarom kruip je? Oh, ik zie dat wel bewegen. Oh, het zijn baby's. Oh, het zijn baby's. Ja, oh, kijk eens wat lief. Oh, en ik zie achter de... Ik zie daar alweer een pratende... Wat stuiteren die baby's mooi. Ik vind het verschrikkelijke beesten. Echt verschrikkelijk gewoon. Maar ik ga dit wel even opeten. Even lekker. Wat zie je erachterop? Nou ja, kijk maar even door de... Ah! Picobello buffet! Kom maar.
Maar ja, wacht even, ik moet even, eerst even een beetje. Ja, nee, eten. Ik zeg het tegen hem. Kom maar. Oké. Zit er nou in de verte een megaspin? Jij moet even bijschijnen, dan. Oh, daar komt hij aangelopen. Zo. Oh, dat is zo'n pratende. Ai. Ik heb een GTA Online en hangar gekocht. Met een oorlogsvliegtuig. En ik heb de vraag: heb je ook een website van Rockstar die ook een nummerplaat maakt? Ja, ze hebben daar een update voor gedaan of zo. Yo, Willem. Gehaktbal. Ik kom eraan, Adriaan en Neoman. Ik moet even deze pratende poes neersteken. Hoppa. Zo. Wil jij, hoeveel armor heb je? Pak jij maar. Heb jij genoeg? Nou ja, voor de klappen die ik uitdeel wel. Oké. Hey, Adriaan, thanks voor je gifted sub, jongen. Nee, joh, man. Je kunt dus volgens mij, ik zag dat er iets in nieuws was. Ik heb er nog niet in verdiept. Gaan we binnenkort eens even doen. En dan kun je nummerplates makkelijk veranderen. Dus, shit, we kunnen weer twee kanten op. Dat meen je niet. Nee. Ik ga eerst hier omhoog, want dit ziet eruit als gewoon kogels. En een laptop. Oh, dit loopt dood. Ai, ai, ai. Hey, Adriaan, thank you so much, man. Oh. Zo, rond getal. Is het een rond getal weer? Thank you so much. Dankjewel. Jij houdt wel van een rond getal, hè? Ook baby. Holy shit. En ik hoor ook een ander geluid. Nee. Ik zie hier wel boven me een bepaald roze flubbertje. Maar ik zie ook wat in het water. Is dat ook, zijn dat ook baby's? Waar zie jij wat in het water? Ik hoor iets heel diep ademen. Oh, dat... Ja. Ik hoor iets echt heel diep ademen, Rob. Is het jouw maag, Rob? Of heb je zin in koffie? Of... Ja, ik heb een koude koffie op, dus ik, ja... Oh, jij zit vol energie. Nou, we moeten hierheen. En ja, maar... tot nu toe ziet dit er positief uit. Ik bedoel, voor een ropegun heb ik dit wel over, weet je wel. Dat... Ja, en dan moeten we straks weer naar de andere plek voor een shuffle. En daar komen we dezelfde bak ellende waarschijnlijk weer tegen. Ja, steeds moeilijker. Want het is een missielijn die je volgt, dus dit is de makkelijkste kever op. Ja, nee, met de ropegun kun je meer doen dan... Ja, maar om die schep weer te halen, moeten we die cave in hebben en ropegun nodig. Dus dat betekent dat dit een makkelijke cave is. Hier kun je zonder iets in. Ik hoor iets. Oh, hier. Ja, hier staat ook weer Mr. Blubber. Ik kan niet meer van wapens wisselen op een of andere manier. Oh, nu wel. Oké, ik ga hem neersteken. 3, 2, 1, go! Rob! I got him for you, man! Ah, ik step hem weer. Ja, ik pak even die baby hier nog. Au! Ja, hij is down. Oeh! Je heeft wel weer even wat damage gedaan, hoor. Ik fileer hem, hoor. Ja. Tegelijk. Nee, doe maar ja. Oi, oi, oi. Ja, met deze gun kunnen we ook de zipline maken. Dat is wel waar, ja. Dus kunnen we van de winter gaan we weer bouwen. Nou, mijn batterij is alweer op van dat ding. Omdat die alle de enige gast in elkaar te mappen. Dus dat hey, is top. Hey, ropegun. Hey. Dikke vette ropegun. Ja, dit is dan die plek waar we vandaan kwamen misschien wel. Oh shit, Rob, dit was niet mijn bedoeling. Ah! Oh my. Ik weet niet wat ik hoor, Rob, maar... Ik heb echt zoiets van, zullen we gewoon rennen? We hebben de roomkun, fuck it. Wegwezen. Oh. Oh nee, Rob, ik heb jouw licht nodig.
Let's go! Ai. Gefeliciteerd, guys. Nou, dankjewel. Oh, dit... Oh. Oh, nee. Oh, ja. Ah. Ja. Yes! Oh, ik zie jouw binnenkant van je hoofd. Die is hol, Rob. Dat wist ik helemaal niet. Dat is echt apart. Nee, nou, daar moet jij eens opletten. Nou, ik ben blij, zeg, dat we hier nu staan. In het donker. Nou. Kunnen we weer naar binnen slapen? Ja, is goed. Doen we dat eerst even. Ah, nee, Rob, niet naar binnen komen. Oh, my God. Oh. Nee, niks aan de hand. Ja, gewoon keihard naar binnen komen. Niks, geen no mercy. Ik ga hem hier neerleggen, ons bed. Ja, ik schijn even bij. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.